Dan de Nederlandse finaliste bij de brug, Laura van Leeuwen. Als zesde geplaatst met 9,20, maar dat is niet meer belangrijk, want iedereen begint weer vanaf nul. Kijk, hoge salto. Beweging naar de lage ligger, gaat goed. Oh, hier moet ze iets, dat gaat niet goed. Daar, kijk, nu gaat ze knoeien. Ja, ze had in die hand van de andere kant op moeten gaan. Dat is een ernstige fout. Daarmee maakt ze zichzelf volledig kansloos. Deze Haagse scholieren van 17 jaar, die vorig jaar bij de wereldkampioenschappen in de finale stond. Vijfde werd. Heel teleurstellende finale optreden van Laura van Leeuwen. Ja, een foutje schuilt in een heel klein hoekje. Om juist om die hoge uitgangswaarde, die start value te krijgen van 10 punten, moet ze dus risico's gaan nemen. En dat zijn vaak bewegingen die in handstand eindigen. Kijk, hier gaat het nog goed, dat is het begin. Hier zien we die salto. Wat dicht op de hoge ligger gekomen. Dus de armen waren licht gebogen, maar goed. In het normale tempo zie je dat nauwelijks. En kijk, dan gaat het hier naar de lage ligger toe. Dit gaat nog. Die zolen draaien. Kijk, hier had ze dus door moeten gaan naar de rechts toe. Maar ze gaat naar links in de beweging. Kijk maar. En nou, dan moet ze gaan omdraaien. Ze is de ritme kwijt. Ja, mist misschien toch wel ervaring. Want een ervaren turnster zou dit misschien toch zodanig kunnen opvangen dat je dat wat minder ziet. Maar oké. De jury ziet natuurlijk toch alles. En een grote fout. Laura van Leeuwen is kansloos voor een hoge plaats in het klassement. Dat is jammer. Want zij is de enige Nederlandse finalist. Ze had het hier kunnen maken. Maar zoals dat gaat, op het scherpst van de snede. Het kan goed gaan, maar het kan ook helemaal misgaan. Hier zien we nog een keer die beweging. Kijk, zolendraai, handstand. Hier had een hele draai moeten komen. Kijk, ze moet bijdrukken. De armen gebogen. Helaas, Laura van Leeuwen. Turnster van ProPatria uit Zoetermeer, die daar traint bij de huidige bondscoach Frank Louter en bij Ingrid en Sonja Stienstra. Die twee laatste zijn ook turnsters van weleer van die Zoetermeerse club. Afsprong is goed, maar het doet er allemaal niet meer toe. De volgende oefening is van Johanna Pippers. Score 8,80. Vanuit de startwaarde van 79. Ja.